heeft vorig jaar de stronken van zieke iepen in de wijk Wezenhof laten staan. Daardoor zijn opnieuw bomen besmet geraakt met de zeer besmettelijke iepenziekte. Wanneer die stronken tijdig waren gerooid, had een nieuwe epidemie kunnen worden voorkomen. En deze laan in de Wezenhof is iepenziekte. Dat wil zeggen dat er een bepaalde iepenspintkever zit. En die zorgt ervoor dat als je daar niks aan doet, dat heel snel een aantal bomen doodgaan. Op dit moment zijn er een aantal bomen dood. We hebben dat in juni aan de gemeente Nijmegen laten weten. Normaal kappen ze die bomen dan, maar nu zeggen ze, ja, we kappen ze in het najaar. Als je iepen met de iepenziekte niet meteen kapt, dan kan die ziekte zich erg verspreiden. En dat betekent gewoon dat veel sneller dan nodig deze hele laan, of in ieder geval een stuk ervan, ziek kan worden en straks gekapt moet worden. En dat kan je voorkomen. Ik heb aangegeven naar de bellen- en herstellijn dat het iepenziekte is. Dat de afspraak is en ze vorig jaar bij een gelijksoortig geval de gemeente ook meteen ging kappen. Maar dit jaar, tot mijn verbazing, deden ze dat niet en zeiden ze, ja, we doen dat aan het eind van het jaar. En dat vind ik eigenlijk heel raar, want dat zorgt ervoor dat die bomen dus eerder doodgaan. En het is een prachtige laan. Zouden dat, of tenminste, ik zou erg graag zien dat die laan behouden blijft. Vorig jaar hebben ze een aantal iepen hier prima op tijd gekapt. Maar toen hebben ze de stronken laten staan. En er is een iepenprotocol waarin staat hoe je dat moet doen. En er staat ook in dat je die stronken dan meteen weg moet halen. Omdat de kever waar het om gaat anders vanuit die stronken alsnog andere bomen kan besmetten. Je ziet dit jaar dat niet alleen bomen hier in deze laan zijn besmet. Maar ook verderop bij de brug zijn kleinere iepen die daar vanzelf zijn komen groeien. Die zijn nu ook dood gegaan. Dus je hebt wel kans dat het nu veel sneller, veel meer bomen doodgaan. Wat mij opvalt is dat je eigenlijk in heel Nederland ziet dat gemeenten hun best doen om iepen te behouden. Maar raar genoeg in Nijmegen niet. Volg ons online via Facebook @AltijdN1. Op onze website n1.nl. Of via Twitter @AltijdN1. Want Nijmegen is altijd N1.